In de serie Voor het leven nog goed is, wonen we vandaag in het plaatsje Zelm. Zelm hoort bij de gemeente Bronckhorst en heeft ongeveer 6000 inwoners. Aangekomen in het centrum van Zelm reden we rechtsaf de Stationsstraat in. De Stationsstraat is een van de winkelstraten van Zelm. De koopsmolen staat aan de Wiekenweg en is een ronde stenen korenmolen uit 1818. Hoewel de molen aan de Wiekenweg staat, heeft heel lang geen wiekens gehad. Dorm is in 2020 de molen gerestaureerd en van wieken voorzien. Vanuit de koopsmolen reden we de Heijinkweg af, we stekten de Hummeloseweg over en via de Wisselinkweg komen we bij de voormalige vuilnisstortplaats de Langeberg. Deze voormalige vuilnisstortplaats is de zorgboerderij De Edelingen gevestigd. Edelingen is naast zorgboerderij ook een toeristisch trekpleister. Van dooruit kun je wandelen met bepakte ezels op de Langeberg of rondom de Langeberg. Via de Hengeloseweg komen we Zelm binnen. Als eerste passeren we aan de linkerkant zorgcentrum De Zonnekamp. Een eindje verder, schuin tegenover de Lambertikerk, staat het oorlogsmonument. Elke 4 mei worden hier weer kransen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tegenover het oorlogsmonument aan de andere kant van de Hengeloseweg zit op een grote pol Smoks Hanne. En hun naam dankt ze aan het feit dat ze altijd rondsmokste met veel te grote klompen aan. En bij Lemkes Beumken in het bos, daar woonde ze in een hut. Ze was voor regen en voor wind de tamelijk goed beschut. En op een bessen vloog ze rond, maar nooit overdag,
alleen in de oervlog en midden in de nacht. Smoks Hanne kikken we uit op de Lambertikerk. In de 10e en de 12e eeuw was de parochie Zelm onderdeel van het graafschap Loon. En tussen 1450 en 1500 kreeg de Lambertikerk van Zelm zijn huidige vorm. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk grotendeels verwoest. En ze werd tussen 1946 en 1949 weer opgebouwd en vormt nog steeds het middelpunt van Zelm. In dit pand, tegenover de Lambertikerk, aan de Burgemeester Rijpstraatstraat, is al zo'n 45 jaar de bibliotheek gehuisvest. Jamie's restaurant heet het tegenwoordig. Vroeger was het Café de Ploeg. In Café de Ploeg, het café aan de voorkant, de achterkant een zaal, werden vaak feesten gegeven, Sinterklaas werd er verwelkomd. Daarnaast waren er ook veel popconcerten. Onder andere de Golden Earring, die hebben er in de jaren 60 door opgetreden. Aan de andere kant van de Burgemeester Rijpstraatstraat, tegenover voormalig Café de Ploeg, is het voormalige gemeentehuis van Zelm. Op dit moment is er de zorginstelling De Golden Leeuw gehuisvest. Voor de Brink, het voormalige stationsgebouw, steekt de muziekkoepel. Vroeger was er een station in Zelm. Later heeft er holthandel Oldeboom zich gehuisvest en tegenwoordig is het in gebruik als fitnesscentrum, cultureel centrum en zwembad. Door de voormalige zuivelfabriek Erika. Deze fabriek is gebouwd in de jaren 50. Zo'n 100 meter achter de zuivelfabriek staat Museum Smedekink. Deze voormalige boerderij herbergt een grote verzameling van oud boerengereedschap en laat het eenvoudige boerenleven zien uit de vorige eeuw in de Achterhoek. Aan de Vincent van Goghstraat staat Sporthal De Pol, daterend uit de jaren 70. Holthandel Oldeboom kreeg het holt van uit Doetinchem aangevoerd met de trein. Deze trein, in de volksmond de Sik genoemd, bleef rijden tot in 1972. In 1975 werden de rails weggehaald en later werd er een fietspad op aangelegd. Zelm, het is hier geweldig goed leven.